me zit international Wouter Jolie, de hockeycrack van de regio, zal ik maar zeggen. We hebben natuurlijk wel meer in de regio. Welkom Wouter. Zit een andere hockeycrack, denk ik, voor de toekomst. Heel kort even hier aan. Je moet heel goed in de microfoon praten, dus kunnen ze hier thuis niet verstaan. Love it. Goed, en wie zit daarnaast? Sam. Sam. Hartstikke goed, jullie zijn ook hockeycracks. Eerst even naar Sam. Sam, zit je op hockey? En op welke hockeyclub zit je? Overbos. Overbos. En hoe lang hockey je al? 2,5 jaar. Lauwens, welke club zie jij? Ook 2,5 jaar, hartstikke goed. En daarnaast zit Wouter Jolie. Ja. Hoe lang hockey jij eigenlijk al? Veel te lang. Ik hockey toch al 19 jaar, denk ik. Je hockey al 19 jaar. We hebben deze jongens even ook al kort antwoord die hockey al 2,5 jaar. Wat is er zo leuk aan hockey? Die jongens hockey 2 jaar, jij zegt poeh, hockey al heel lang. Wat is er eigenlijk zo leuk aan hockey? Ik ben gekscherend. Veel leuker dan rugby, veel leuker dan judo. Wat is nou zo leuk aan hockey eigenlijk? Ja, ten eerste twee dingen. Als je ook iets gebeurt, altijd wat. Het is gewoon een superleuk spelletje, veel goals, veel acties. En daarnaast vind ik het altijd leuk om lekker met je vriendjes te hockeyen. En dat maakt het gewoon leuk, een teamsport. Is dat nog steeds de intentie? Hockey is inmiddels een betaalde sport. Is het nog steeds gewoon dat je het wel voor die rol doet? Of zijn er inmiddels ook meer spelers, die jij zelf wellicht? Die zeggen dat is ook wel lekker geld verdienen en ik hockey nog een tijdje. Nou, een beetje beide denk ik. Je verdient er inderdaad nog geld mee, maar bovenal is het natuurlijk de rol en het plezier met je vriendjes blijft wel erg belangrijk. Dat kan geld niet echt op. Je hebt het over lol en plezier, maar je bent, wil ik zeggen, ook bijna Olympisch kampioen. In ieder geval, je hebt een Olympische medaille. Dan klinkt het, ja, we doen het voor de lol en we doen het voor het plezier altijd een beetje van, alsof de sport niks voor staat, zou ik maar zeggen. Kan je een beetje uitleggen hoe het tot sport leeft? Ja, inderdaad. Het is natuurlijk niet alleen maar om plezier, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar uiteindelijk, als je heel veel tijd en energie in steekt en het gaat echt om topsport, dan is winnen even belangrijk en misschien wel belangrijker. En als ik nu kijk naar mezelf, ik hockey nu bij Blue Dye en in het Nederlands team, dan ben je toch echt wel 6 keer in de week aan het trainen en een wedstrijd aan het spelen. En met Bloem naar je trainen dus 4 keer in de week. En als je met Nederland zelf dan richting het toernooi gaat, dan ben je eigenlijk gewoon 6 weken lang elke dag aan het hoekje. Dus het is inderdaad niet alleen maar dom plezier, het is echt wel heel hard werken om te zorgen dat je van de rest kan winnen. Oké, en ik ga even naar jouw buurman Laurens. Als je dit zo hoort, hè, 6 keer in de week trainen, 7 keer in de week trainen, denk jij dan ook? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Zou jij ook net zo goed willen worden als Wouter? Ja, zeker, ja. En als je dan 6 of 8 keer of misschien wel 10 keer moet trainen, zou je het dan nog steeds winnen? Ja, dat hangt er vanaf weer. Heel goed. Het is er helemaal zo, je moet inderdaad zo vaak zeggen, heel veel trainen. En Sam, ik neem aan dat jij hockey leuk vindt, hè? Anders ben je hier waarschijnlijk niet. Ja. Wat is voor jou het leukste van het hockey? Ben je ergens heel goed in? Zeggen jouw vrienden wel eens, oh die Sam die kan dat heel goed? Spits. Dus jij scoort veel? Ja. Hartstikke goed. Ja, dat hebben we al gezien in de clinic. Ja, je hebt net de clinic gehad van Wouter. Wouter, je hebt deze jongens ook gezien. Zijn ze goed? Ja. Zijn dit opvolgers? Het zijn misschien wel de opvolgers. Nee, ze konden absoluut hartstikke goed. Sammy maakte veel goals en Laurens stond als een beer te verdedigen, dus ik heb wel vertrouwen. Oké, hartstikke goed. Ik ga nog heel even terug naar jou. Ik hoor dat Jamie Dwyer toch uiteindelijk weer in Bloemendaal gaat spelen. Ja. En zo weg gaan, heel kort even vertellen hoe dat allemaal gegaan is. Nou, Jamie heeft afgelopen jaar voor ons gespeeld en die besloot dit jaar om in Duitsland te gaan hockeyen. Mede omdat dat iets beter in zijn programma paste voor de richting Olympische Spelen met Australië. En
nu was mijn regel in Duitsland dat je niet in twee competities in één jaar moet spelen. En hij heeft dit jaar, of hij is nu bezig met de Australische competitie, waardoor hij niet meer in de Duitse competitie mag spelen na, vanaf september. Dus ja, dat hoorde hij afgelopen week. En toen hij dat hoorde, ja, had hij niet zoveel zin meer om in Duitsland te spelen. Dus toen heeft hij weer contact opgenomen met Bloemendaal. En toen wilde hij eigenlijk al heel graag terug naar Bloemendaal komen. En ik denk dat Bloemendaal ook heel erg blij mee was. Want als een van de beste spelers van de wereld weer terug wil komen, dan zeg je wel ja. Wat maakt hem zo goed? Ja, hij is ten eerste ongelooflijk handig met de bal. Hij scoort super makkelijk. En, ja, hij is heel onvoorspelbaar. Dus als verdediger weet je nooit wat hij gaat doen. Dat maakt hem wel goed. Oké, we hebben verder ook nog wereldspeler Teun en Nooyen. Er zijn natuurlijk veel goede spelers in Bloemendaal. Er zijn meerdere teams die veel goede spelers hebben. Wat is nou het echte succesfactor wat Bloemendaal heeft ten opzichte van de anderen? Want jullie worden nu volgens mij 5 jaar achter elkaar kampioen. Wat is het grootste succesfactor? Ja, ten eerste is het grootste succesfactor dat we goede spelers hebben. Maar wat je al zei, dat hebben andere teams ook. Daarnaast denk ik dat we eigenlijk goed zijn als het moet. Dat we een beetje de ervaring inmiddels hebben van het winnen. We zijn daar tijdens op rij landskampioen. En dat merk je wel, als het belangrijk wordt, dan kunnen we altijd wel weer een stapje extra zetten. En daarnaast moet ik zeggen, het cultuurtje dat binnen eigenlijk deze club heeft, maar ook al binnen ons team, geeft ons ook wel een voorsprong. We zijn gewoon heel hecht met elkaar. En ja, toch weer een beetje het plezier met elkaar en vriendjes zijn, dan ga je toch iets harder voor elkaar rennen. En dan schakelen we over naar het Nederlands elftal. Daar heb je kennelijk wat minder vrienden, want daar is iets minder succesvol nog tot nu toe. Hoe gaan we het Nederlands elftal naar de top brengen? Hoe kunnen we in Londen jullie gaan aanschouwen met de gouden medaille winnen? Ja, het wordt inderdaad weer tijd om prijzen te pakken. Want de afgelopen vier jaar dat ik erbij zit, is dat nog niet echt gelukt. En we zijn nu eigenlijk weer een nieuwe weg ingeslagen. Na het WK werden we derde, is er nu bondscoach gekomen. Ja, Paul van As. En die begint eigenlijk weer een beetje met een hele nieuwe speelstijl. We zijn van plan om iets aanvallender aan te gaan hoekje. En ik denk dat wel goed is om meer druk te gaan zetten bij de tegenstanders. En dan moeten we de komende jaren ook Duitsland in de straat. Dat lijkt me hartstikke mooi. Ik weet dat jij een wedstrijd te spelen hebt nu en eigenlijk hier aan zit een beetje te drukken van ik moet eigenlijk weg.